Kavio Stende kronen zich afgelopen weekend tot de herfstkampioen in de Belgische hoogste voetbalklasse. Mark Koeken vroeg een trofee aan de Pro League, maar kreeg hem niet. van voetbalkrant.com trokken naar Omega Pharma om hem die trofee te overhandigen. Op Twitter, u kreeg het niet van de pro-league, u krijgt het van voetbalkrant.com. Het is niet onze officiële trofee, het was een beetje kort dag, maar toch proficiat met de herfsttitel. Proficiat aan u en aan KVO Stende. Dank u wel, dank u wel. Hier zie onze, onze eerste trofee. Dat, dat is wel uh, rap op de bal spelen, maar ja, zo weten we dat van uh, voetbalkrant.com. En uh, Kijk, ik wou dat hier doen voor de kast van Omega, want ze komen me hier dus verrassen bij Omega Pharma, terwijl dat ik aan het werken ben hier. Maar ooit was dat ook leeg. Hè? En dan is er ook begonnen, zo mijn eerste klein trofeetje. Nu dus staat dat vol. En we hebben hiernaast nog zo'n kast van Omega en we hebben in het bureau nog zo'n kast. Dus kijk, in de lege kast van KVO Stende, onze eerste trofee. Ongelooflijk bedankt. Graag gedaan. Nogmaals proficiat met die herfsttitel KVO leeft een droom, denk ik. Ah, wel, ik denk dat er nog nooit zoveel spel gemaakt is van een virtuele titel. Hans Oostende spreekt erover. Uh, ik kreeg nu juist een foto binnen van uh, KVO-supporters die op een, uh, op een marineschip zitten die daar een feestje gevierd hebben. Iedereen is ermee bezig, maar we zijn er ook heel content mee. Het is een virtuele titel, maar ja, elke titel is virtueel in feite. Hè. Alles is tot de volgende dus. Wij genieten daarvan. Uh, ik moet ook kijken waar we van komen. Hè. Twee jaar geleden, na zeven matchen, hadden we twee punten. En in feite waren we als KVO-supporter, ik ben al 45 jaar supporter van KVO. Hè. Als KVO-supporter stonden we allemaal op punt om ons abonnement voor het jaar nadien in tweede klasse al te gaan kopen. Hebben we hebben ons nog kunnen redden, ruim redden. Vorig jaar hebben we dat bevestigd. Ja, dat is zo. Niks gaat zo. Hè. Het is altijd op en af. Ja, En dan dit jaar, van de eerste keer, nemen we daar zo een uh, zevenmijls uh, stap. Dat ja, is fantastisch. Nu, die herfsttitel kwam er ook misschien een beetje onverwacht door het verlies van A.A. Gent. Wat ging er door je heen of wat was je aan het doen? Zondagavond, rond de klok van tien. Avond heb ik een flesje wijn gekraakt. Maar in feite, moet een beetje terugkeren. We winnen tegen Leuven. En we doen dat met goed voetbal. Begin van het seizoen waar Ik mag dat zeggen, denk ik, de, de best voetballende ploeg in de competitie. Nadien niet meer. Nadien hebben we een beetje een terugslag gehad. Uh, Gent is beter bij de voetbal dan wij. Maar we zagen de laatste weken weer te stijgen. Dus we zijn weer beter aan het spelen. Door die overwinning nemen we de leiding. Oké, okay. Gent en Anderlecht moeten nog nadien. En dan keken we zo naar de kalender en zeiden we: Ja, Anderlecht. naar Sta daar, dat is toch nooit gemakkelijk. En Gent, Charleroi, dat is een zwart-wit beest. Een zwart -wit beest. Uh, en Gent, ja, ze hebben nog maar juist Europees gespeeld. En, ja, dat kost toch altijd ietsje van kracht. We zeggen, je weet nooit. En dan, maar dat was het. In feite hebben we na de match tegen Leuven heerlijke feest. Ik moet zeggen, we hebben het risico niet genomen dat we de herfsttitel niet gingen nemen. Dus het is een van de mooiste feesten die we op KVO al gehad hebben. Uh, het heeft tot, tot, tot stukken in de nacht geduurd. De ambiance was fantastisch, ook tijdens de match. Hè. We hebben uh, Mexican Waves gedaan, uh, waar dat de bezoekers, de supporters van Leuven hebben meegedaan. Dat zegt veel over de sfeer denken. We hebben Hans de match zitten zingen, wij staan bovenaan en vieren feest. Supporters van Leuven, ik vond dat magnifiek. Zijn beginnen zingen van wij staan onderaan en vieren feest. Dat toont hoe aanstekelijk dat, dat succes werkt. En we dus gezegd, we het risico niet nemen, we vieren. En we hebben gevierd en we hebben een prachtige avond gehad. En dat was ons pseudo-virtuele herfsttitel. Maar dan verliest het andere En dan begin je plots te merken, ik moet zeggen, dat was ook voor mij een verrassing. Ik zat natuurlijk klaar om naar die match van, van Gent te kijken. Uh, ik had nooit gedacht dat ik in mijn leven zo voor Charleroi ging supporteren. Plots begonnen die berichten binnen te komen. Ik had nooit gedacht dat zo Stende en al die supporters en sympathisanten, hoeveel berichten dat wij hadden hebben van mensen die supporteren voor Anderlecht, voor Club Bruggen, voor allemaal zeiden van in feite gunnen we het jullie. Ik had zo'n indruk dat nelf van België allee, het ons gunde en, en dat die wel deugt.